Dan gaan we naar Egyptisch geloof, het oude Egyptisch geloof. Deze oude Egyptisch geloof kende ook weer meerdere goden. Meerdere goden en net als de Sumerians hebben ook hun goden meerdere kinderen. En net als de Sumerians is de uiterlijk van hun goden bekend. Ze schetsen ze letterlijk. We kunnen zien hoe hun goden eruit zien. Net als de Sumerians weten hun goden niet alles. Dat halen wij uit het verhaal van Mozes. Mozes was een teken van God, was het einde van de farao. Maar Mozes is opgenomen in het huis van de farao. Daarmee laat zien, laat alle zien in de Koran, dat deze farao, die altijd heeft gezegd, ik ben God, alle zegt van als hij God was, dan wist hij wat er komen zou. Maar hij heeft niet kunnen weten dat zijn einde letterlijk groeit in zijn huishouden. Mozes is namelijk het einde van de farao. Dus deze God van de oude Egyptenaren had geen kennis van, onbeken, van het onbekende. Dus deze God, net als de God van de Sumerians, was beperkt, was zwaar beperkt. En ook zijn kinderen, die worden gezien als goden, en ze worden aanbeden, net als Jezus, kind van God. Ook deze. En, dat we, die, en de, dit, wat ik jullie nu vertel is allemaal voor, voor, de christenen, voor de christenen. En daarom zijn de christenen daardoor geïnspireerd. Dat is waar ze hun geloof vandaan hebben gehaald. Deze kinderen van, van de Egyptische God, die hadden aanbidders. Je kon kiezen welke van hun kinderen je wilde aanbidden. Ze hadden heel veel goden, heel veel goden. En jij kon kiezen wie jou het meeste aansprak en dat ging je aanbidden. Dus je, dus je bepaalt op dat moment om al die andere goden te laten vallen en, en of één of twee, meestal gingen ze heel veel, want het had allemaal, het had allemaal verschillende doelen. En je wil zoveel mogelijk bereiken in je leven, dus je gaat heel veel goden, al die goden waren doelen. Dus je gaat heel veel goden aanbidden omdat je zoveel wil bereiken en behouden in je leven. Daar kwam het eigenlijk op neer. Maar ja, dat waren dus goden met heel veel kinderen en die kinderen waren dus goden, net als hun ouders. En ook net als de God van de Torah en van de christenen, komt de God van, van de Egyptenaren zijn belofte niet na. Ze waren oneerlijk en vals en hun woord was geen waarheid. Dat lezen wij bijvoorbeeld in het verhaal van Osiris en Seth, broers, goden. Seth zou een cadeau geven aan zijn broer Osiris en het cadeau was een doodskist. Vreemd voor ons, maar voor de Egyptenaren was het in die tijd heel belangrijk. Want jij leefde namelijk als vrouw vooral voor het Hinama's, zodat je in het Hinama's nog verder kon gaan. Dus dat je iemand een, een doodskist geeft, in dat concept was natuurlijk een heel mooi gebaar. Maar het bleek geen cadeau te zijn. Het bleek letterlijk zijn doodskist te zijn en zijn dood. Deze Osiris die deze cadeau heeft aangepast. A, uh, heeft uh, aanvaard, ging erin liggen. Om te passen, om te laten zien: van ik ben blij met mijn cadeau. Vervolgens gaat de kist dicht. En deze Seth, zijn broer, die maakt hem dood. En die hakt hem in, in duizend stukjes: duizend stukjes. Zijn vrouw, en weet je wie zijn vrouw was? Denk aan het verhaal van Abraham en Sarah, jongens. Net als bij Sumeria: Had je Anan-Ki, hemel en aarde. Broer en zus hebben seks met elkaar, hebben een kind gekregen. Net als Abraham en Sarah in de Tor aan de Bijbel. Hier heb je. Osiris en Isis, Osiris en Isis, dat was hun zus van deze twee broers die gingen vechten. Maar zij was getrouwd met Osiris, haar broer Osiris. Net als Abraham en Sarah volgens de Joden, hier heb je twee goden, want ze waren hier op aarde. Twee goden slash profeten, drie eh, broer en zussen, zeg maar, twee broers gaan vechten... De slechte wind, Seth, die doodt de goede broer Osiris en zijn zus Isis, die ook zijn vrouw was van deze broer die vermoord is, Osiris, die ging haar man bij elkaar rapen. Haar man, haar broer, want ze was met hem getrouwd, die ging hem bij elkaar rapen. En ze kon al zijn lichaamsdelen vinden, behalve zijn geslachtsdeel. Jongens, ik weet het. Ik hoop dat je niet met je familie zit als je dit zit te luisteren. Maar je even Dit moet ik met jullie delen. Dit moet ik met jullie delen. Dus zet hem stop. Doe iets. Kijk het op een andere keer als je alleen bent. Maar ik ga nu weer een woord gebruiken wat er is. Maar het moet gebruikt worden. Dus je krijgt de tijd om het chaos stop te zetten hier. Eén, ik tel tot vijf. 1, 2, 3, 4, 5. Prima. Als je er nog bent, dan wil je dit horen. Dit moet je ook horen. Deze, deze zus van deze Osiris, die met hem was getrouwd. En ik herhaal het expres, want dat mogen jullie niet vergeten, jongens. Abraham, Sada, Osiris, Isis. Getrouwd met elkaar. -en Ki, getrouwd met elkaar. Allemaal mensen, goden, profeten, getrouwd met broer en zus. Deze Isis, die ging dus haar man/broer slash bij elkaar rapen, al die stukken die, die gehakt wa waren en gegooid waren in de Nijl. Ze kon alle stukken vinden, dus ze kon hem weer in elkaar zetten, behalve zijn geslachtsdeel, behalve zijn penis. Die kon ze niet vinden. En die ging ze zelf maken. Wat je nu ziet, wat je nu ziet in het Vaticaan, wat ze noemen een obelisk, je ziet het in het Vaticaan en. Katholieken zeggen dat is het heiligste plek van het heiligste plek. Voor de christenen is het ook belangrijk, want het heeft te maken met uh, Paul. Dus je kan wel zeggen als, als christen van ik ben niet katholiek, maar je gelooft toch in Paul. Punt. Um, althans heel veel. Alhamdulillah, heel veel christenen zijn aan het wakker worden. Dat moet gezegd worden jongens. Heel veel christenen zijn aan het wakker worden en die beginnen Paul te verwerpen. En terecht, daar, daar praten we nog over, inshallah, te zijne tijd. Maar voor het Vaticaan heb je een obelisk. En deze obelisk is de penis die ISIS zelf heeft gemaakt, omdat ze hem niet kon vinden. Toen ze het lichaam bij elkaar raapte, heeft ze hem gemaakt voor haar man. En hij staat overeind. Hij staat overeind omdat ze met hem nog geen kinderen had. Dus nu dat hij dood is en ze gaat van hem een mummie maken, moet hij natuurlijk wel een geslachtsdeel hebben. Want ze wil met hem seks, want ze moeten nog kinderen krijgen na geslacht. Het zijn allemaal goden nu. Ja? Dus ze maakt een geslachtsdeel, een penis voor hem, wat ze nu noemen de obelisks. Dat zie je in Egypte als een heel grote paal. Letterlijk een paal. Sorry jongens, dit is erg, maar dit moet gezegd worden. We zijn hier, lachen jij even, We moeten hier snappen waar corruptie vandaan komt. Letterlijk een paal. Ik probeer hier niet vis te praten of, 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 of plat. Letterlijk een paal. Bij bijna alle tempels, Egyptische tempels, zie je zo'n lange paal met tekens erop. Een obelisk noemen ze dat. Dat is de penis van Osiris die gemaakt is door ISIS, zijn zus. Dat zie je ook in Washington DC, de regeerstad van Amerika. Zie je ook deze obelisks. Washington DC, in Amerika. Je ziet het ook in Frankrijk. Frankrijk, in Parijs zie je ook deze obelisks. Wat wil dat betekenen? Als jullie zeggen dat jullie christenen zijn. In Frankrijk, in Italië, in Amerika. Wat hebben jullie te maken met het symbool bij uitstek van heidens geloof? Wat doet deze ISIS? Haar, haar broer, man is dood. Wat ze nu bij elkaar heeft geraapt, ze maakt voor hem een, een, een penis. Die zet ze erop. Vervolgens gaat ze seks met hem hebben. Terwijl hij dus dood is. Hij is doodgehakt in duizend stukken. Als mumie. Gaat ze nu met hem seks hebben. En ze wordt zwanger. Dus dit is. Een, een, een maagd. Een eerste maagd in de geschiedenis. Die wordt zwanger zonder, zonder zaad. Zonder zaad van haar man. In dit geval ook haar broer. Zonder zaad wordt ze zwanger. Symbolisch heeft ze seks met hem gehad. Maar in principe is er geen. Uh, ...zaadlozing aan de pas gekomen van de man. Toch is ze zwanger geworden. Dus ze, ze was de maagd. Ze was de maagd. En misschien is dit waarom Allah van Maria... ...van Maria mijn maagd heeft gemaakt... ...om te zeggen... ...net als, bij het, met, net als met Mozes. Weet je nog, bij Mozes hebben de tovenaars gezegd... ...wij kunnen onze stok in een slang laten veranderen. En Mozes... ...verandert zijn stok in een, in een slang. Niet omdat wij, dat hij van hun heeft gekopieerd... ...het verhaal, maar hij wil laten zien van... Als jullie willen komen met gekheid, prima. Jullie willen komen met gekheid. Hier is Allah en Hij is de enige die iets kan doen wat echt is in plaats van jullie gekheid. Jullie gooien stokken en touwen en jullie doen de mensen geloven dat het slangen zijn. Mozes gaat de stok gooien en het wordt een echte slang. Misschien is dat het antwoord ook van Allah op, op dit soort heidense praktijken. Jullie willen een maagd, een kind laten baren. Geboorte geven aan een kind met dit soort onzin en taferele mythes wat nooit plaats hebben gevonden. Hier is Allah en die gaat het echt doen. Die gaat jullie breken, in jullie eigen onzin. Deze ISIS heeft seks met haar gemumificeerde broer, ...tevens haar man, en ze wordt zwanger. En haar kind is Horus. Haar kind is Horus. Horus is heel belangrijk, want hij is nu de zoon die alles heeft overgenomen, net als Jezus. Het als Jezus, kind van God. dat als Jezus, die heeft alles geërfd, heb ik jullie uitgelegd in andere videos waar dat staat in de Bijbel. He, de christenen geloven nu dat Jezus alles heeft geërfd van zijn vader, de Vader, de Godvader. Dus die is nu met pensioen. Die zit nu gewoon lekker te fluiten en uh, aan het strand ergens in de hemel. Wat, wat anders moet ik me bij voorstellen? Gepensioneerde God. Hoe verzin je het? De gekheid ten top. Gepensioneerde God. Jezus is nu de zoon van God. Zijn vader is oud, kan niet meer. Hij neemt het over. Staat in de Bijbel, jongens. Heb ik jullie allemaal uitgelegd. In andere video's. Met vers, hoofdstuk, nummers, alles. Ja? Hij neemt het over. Deze Horus, hetzelfde. Zijn vader kan niet meer. Die is dood, die is klaar. Die is nu de God van de onderwereld geworden. Deze Osiris. Deze Horus, die gaat zijn vader wreken. En die gaat nu een soort beschermer worden van alle goden. Horus. En wij kennen hem vandaag de dag als the eye, het oog van de gel, het oog van de gel. Dit is het oogsymbool van, van, van de Egyptische mensen in de oude tijd. Dat oog wat je ziet, dat noemen ze de eye of Horus, het oog van Horus. Dat zie je ook op een dollar ticket, dat zie je overal, die eye van de, de gel, één oog. Dat is opgenomen in de westerse cultuur en westerse geloven, praktijk all over the world. Het oog van Horus. Dus we hebben hier in het westen de obelisks, dat is de penis van Osiris, zijn vader. En we hebben het oog van zijn kind, Horus, wat ontstaan is uit, vanuit de maagd. Deze Horus had de vorm van een, volk, of, sorry, een valk. En we weten dat we valk zien ook in Amerika. Zo'n grote, sterke vogel zien wij. Dat is een van de symbolen van Amerika, maar dat niet alleen. We zien het ook in Saudi-Arabië. Onlangs, sinds tien jaar of zo, verschijnt het ook in Saudi-Arabië. Valk, het oog, dat is hun symbool voor beveiliging. Voor de beveiliging van Saudi-Arabië. Beveiligingsbedrijven daar. Uh, in Mekka hebben ze dat geïntroduceerd ook. Ook het oog van een valk. Ze zijn daar heel erg bezig met valkcultuur. Als je een valk hebt, dan ben je stoer. Enfin, deze Horus was dus een valk. En hij had een oog wat de zon was. En een oog wat de maan was. En hij had versieringen observeren. En dat waren de sterren. Vanuit hem... Zijn weer andere geloven ontstaan. Mensen die de zon gingen aanbidden. Want die gingen het oog van hem aanbidden. Want dat gaf verlichting. En mensen die de maan gingen aanbidden. Idem dito. je kon kiezen. En we hebben mensen die zon en maan aanbidden. Die hebben we gehad in de tijd en nog steeds stiekem. Hij is een soort god geworden van, van het universum. Omdat hij zo hoog vliegt. Symboliseert hij het, het, het dak van het universum. En alles wat eronder zit. Precies zoals Jezus... Hij, wat we lezen in de Bijbel dat Jezus het beheer van, de, van het universum heeft overgenomen van zijn vader. Deze Horus was voor het christelijk geloof, die heeft ook het beheer van het universum overgenomen van zijn vader. En hij werd aanbeden als God en als baby, als babykind, als babygod, net als Jezus. Het kind Jezus noemen ze dat in het christelijk geloof. Allemaal hier vandaan ontstaan. En dit was typisch voor de goden van Egypte en hun kinderen. Ze waren, soms hadden ze een andere kleur. Groen, noem maar op, soms waren ze half mens, half dier. Maar dat is niet oorspronkelijk ontstaan bij hun, want we kennen goden die half mens, half dier zijn, al gedateerd van 35.000 jaar geleden in Duitsland. In Duitsland is een beeld gevonden, heb ik, jullie, heb, heb ik al met jullie besproken in oude video's, maar in Duitsland is een beeld gevonden van een half mens, half leeuw. Die recht op dus dat betekent hij had een status, daar staat het voor, symbool voor status. Die recht die overeen stond op twee benen, als mens, als man, half dier, half leeuw. En die werd mogelijk aanbeden in de oude cultuur van de, van de Duitsers vroeger. Dat was een cultuur wat veel ouder zou zijn dan Egyptische cultuur. Dus die hebben het weer, een, zo gaat het kopiëren, het vervalsen door de hele wereld. En nu snap je waarom Allah telkens weer een profeet stuurde. Na de glorie van Sumeria, Babylon, kreeg je dus de Egyptenaren. Babylon heb ik met jullie besproken in de video hiervoor. Deze video gaat over waar we gebleven zijn, namelijk na de val van de Babylon van Sumeria. Had je de Egyptenaren die een sterke beschaving hadden. Dat is wat ik net heb uitgelegd. Na de Egyptenaren had je Perzië. Persia, al-fors in het Arabisch. Persia, dat was op een gegeven moment, dus, dus de macht wordt geschift. Allah test alle volkeren. Ik geef jou de macht, wat ga je ermee doen? De macht wordt geschift en die wordt geroerd en die wordt verplaatst, net als de wolken. Ik geef jou regen, ben je dankbaar? Allah zegt in de Koran, de regen verplaatst zich systematisch en met een doel. Overal op aarde... Moet er regen komen, moet er water komen, moet er leven komen. Wat doe je ermee? En ben je dankbaar? De macht, net zo. Geld, economie, geluk, net zo. Verplaatst zich als de wind over de hele wereld. Wat doe je ermee? Hier wordt ermee getest. Dus de Sumerians waren machtig, die zijn gevallen. Giptenaren waren machtig, die zijn gevallen. Toen had je de Persi. En ik heb het hier, waarom ik jullie dit vertel, trouwens jongens, waarom ik jullie dit vertel, is, dit, is, dit zijn allemaal mensen die Jeruzalem hebben geregeerd. Da, dat ben ik vergeten te, te vertellen. We zijn hier een afsluiting aan het maken van Genesis. En in Genesis leren wij dat God van de Joden en van de christenen duizend keer heeft beloofd dat hij het hele land gaat geven aan de, aan de Joden. Maar de Joden hebben het nooit gehad. Dit is een God die zijn belofte niet nakomt. Dit is een leugenaar, God die liegt, zijn belofte niet nakomt. Want wat gebeurt er met Jeruzalem? Eerst is het in handen van de Babylon's. Nadat de Joden daar heel, heel, heel korte tijd hadden geleefd. Handen van de Babylons. Die breken de Joden. Die, die breken de Eerste Tempel van Salomon. Die breken alles. Dus God heeft een belofte gemaakt. En toen ze eindelijk daar mochten komen. begon de ellende, de drama nog erger dan dat ze hadden. De Eerste Tempel van Salomon werd gebroken. Nadat die. Dat zeggen dat, Joden. Dat zeggen de Joden, zeggen, zeggen Joden. Dat waren ons. Dat waren de Joden, zeggen ze. Salomon was een Jood. En wij waren daar als Joods geloof, zoals we dat vandaag de dag doen, waren we daar aanwezig. Prima, we gaan in dat verhaal mee. Maar er kwam een einde aan. Er kwam een einde aan en ze zeggen dat komt omdat Salomon ongelovig is geworden. Ze beschuldigen hun eigen profeten van ongeloof. Subhanallah. Prima. Dus deze Babylon, die waren sterk, die hebben Jeruzalem kapot gemaakt. En toen kwamen de Egyptenaren eraan. Die zegt, gingen ging me boeien. Als, als, als nieuwe macht. Dit is allemaal Jeruzalem en alles wat ermee te maken heeft. Toen kwamen de Perziën, de Force. Die gingen Jeruzalem beheren. En ook zij hadden heidens geloof. Zij hadden een god wat heet Ahura Mazda. En deze god, deze naam. kom je tegen in verschillende spellingen en in verschillende manieren van waarop het geschreven is. Aan elkaar vast, uit elkaar, noem maar op. Maar deze god was niet alleen. Dus ook in Ahura Mazda, oude geloof van de Perzië, had je meerdere goden. Je had een, en we weten dat hij God is, omdat hij wordt gezien als niet onder de creatie. Dus hij is niet gecreëerd, de tweede God, wat ik uh, zo met jullie ga delen. Dus je had Ahura Mazda, dat was de goede God, die mensen ging uitnodigen tot, tot het goede, en noem maar op, een goede God. En tegenovergesteld had je de Angra Manu. De Angra Manu, dit was een slechte God, het was een kwade God. Angra. Als je Engels spreekt, weet je dat het woord voor boos in Engels is angry. Angry. Angra. Angry. Engelse woord voor boos. Dit was een kwade God. Dit was niet, dit was niet Satan. Dit was, dit was een kwade God. Want hij stond boven de creatie. Net als Ahura Mazda. Ze stonden allebei. En dit noem je dualisme: dualisme in het geloof. In, de Chinezen die kennen yin-yang. Uh, de oude. Uh, wat we nu kennen als Iran, de oude Perzische uh, mensen van vroeger, het oude Persisch geloof van Perzië, die had ook dualisme in hun geloof. Die had ook een Yin-Yang en dat is Ahura Mazda en Angra. Uh, uh, wat zei ik nou? Begin uh, nou zelf te flippen, jongens. De Angra Manu. En daarnaast waren er nog talloze godengodinnen. Net als, net als bij de Sumeriërs, net als bij de oude Egyptenaren, hadden ook de Perzen in hun oude geloof heel veel goden en ook half mens, half dier, noem maar op, in allerlei kleuren, smaken en vormen. Net als Jezus, half mens, half God. Al deze heidens geloven die vooraf zijn gegaan, Sumerië, Egypte, Perzië, al deze heidens geloven, dat is wat uiteindelijk heeft geleid tot de vervalsing van Jezus. Zij hadden namelijk ook half God, half mens, half niet, half dat, kind van God, noem maar op. Was niet nieuw. En geboorte van een maagd, wat geboorte heeft gegeven aan een God. Ook niet nieuw. Heb ik jullie net uitgelegd. En ook de Peziën, oude Perzisch geloof, heidens geloof, kent ook een maagdgeboorte, een, 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 een maagd zeg maar. Een, een kind wat uit de maagd kwam. Daar was haar naam Anahita. Haar naam voor de Peziën. De Heilige Maagd was Anahita. Ze was maagd en ze gaf geboorte aan een kind. Dit is dus. Dit, nu begin je te snappen waarom Allah. Net als in het verhaal van Mozes met die stok. Heeft hetzelfde gedaan. Maar dan echt. Dit waren bij hun alleen maar mythische verhalen. Om te laten zien wat hun goden allemaal konden. Het moest, het moest overstappelende. Het moest telkens weer. De verhalen. De, ze gingen concurreren in het geloof. Mijn God kan meer. Mijn God kan... Nee, mijn God kan meer. Mijn God kan dit. Oh, maar mijn God kan dit. Mijn... En zo kwamen ze bij een dame, een God die het zodanig kon maken... dat een dame zonder zaad van de man een kind kan ontwikkelen in haar baarmoeder. Maar dat waren mythen, nooit gebeurd. En hier is alle die zegt... Dit is... bij jullie is het een mythe waar jullie mee trots lopen te doen. Ik ga het echt doen. En het zal ook echt gebeuren hier op de wereld. En het, mensen gaan daar niet alleen maar in geloof als mythe, maar ze gaan Jezus zien. Ze gaan Jezus ook werkelijk zien met hun ogen. Dat denk ik, en Allah weet het beste. Ik denk dat dat het antwoord is van Allah, op al deze mythen die vooraf zijn gegaan. Maar het gaat erom hoe ontvang je het. Want Allah zegt van, hoewel het een, een maagdgeboorte was, zijn jullie nog allemaal mensen. Jezus is een mens, hij is, hij is ontstaan uit een mens. Mariam was een mens. Maar het gaat om hoe vertaal je het. En deze heidens geloven, die noemden die maagd een godin en haar kind god. Net als de christenen. En dat is waar het misgaat. Overigens, dan loop ik op zaken vooruit. Ook joden, hoewel ze de christenen en de moslims uitlachen van hoe kan een maagd een kind krijgen. Maar ook joden hebben in hun Torah een maagd, wat een kind zal geven. Dus ik, ik snap werkelijk de houding van de joden niet. Waarom weigerde Jezus als messia? Voor de joden, in Isaiah, in Isaiah, dat is I-S-A-I-A-H, Isaiah, hoofdstuk 7, vers 14. Hun God van de joden die zegt, jullie gaan nog een maagd krijgen en die gaat een kind krijgen. En dat kind zal Immanuel heten. Immanuel, hij die met God loopt. Of hij, God die zal bij hem zijn. God zal bij hem zijn. Ze noemen hem Immanuel. En dat kan nooit Jezus zijn, want Jezus heeft nooit Immanuel als naam gehad. Jezus heeft nooit Immanuel als naam gehad. Dus die Jezus van de christenen kan het niet zijn. En God heeft het woord Immanuel nooit gebruikt in de, in de originele Koran, toen hij uh, ons leerde over Jezus. Hij neemt hem El Messieh. Eisebne Maryam, Isa. Subhanallah, en moet je je voorstellen waar dat voorkomt voor de Joden? In een hoofdstuk wat heet Isaiah. Isaiah. In de Koran heet hij Isa. Isaiah. Hoe, je, hoe je de similarity, hoe, je, hoe de klank hetzelfde klinkt? Net in dat hoofdstuk van de Joden krijgen ze een teken over een maagd wat een kind zal, uh, uh, op de wereld zal brengen. Isa. Isaiah in, voor de Joden. De titel van het hoofdstuk voor de Joden heet Isaiah. Hoofdstuk 7, 14. En de Messiah heet in de Koran Isa Moet ik jullie nog meer vertellen. Dus de Persiër kennen ook een maagd geboorte An Anahita was haar naam. Haar kind heette Mitra. En zo zie je jongens. Iedereen kopieert van iedereen. Deze Anita en Mitra zijn klakkeloos overgenomen door de Romeinen. En... En de Grieken, de Romeinen en de Grieken. Daar heet ze Aphrodite. Venus, Venus voor de Romeinen en Aphrodite voor de Grieken. Dit, dit, dit kennen jullie. Zelfs de manier waarop ze afgeschetst is, is hetzelfde. Venus staat met zo'n doek over haar hoofd. Ik zou zeggen, bedek jezelf met dit hoofd, maar nee, met dat doek, nee. Ze, ze liet het zo mooi waaien over haar hoofd. Ze staat naakt en ze komt uit een soort oester. Een soort oester, omdat ze een parel is, Venus. Een soort parel komt ze uit, iets wat uit de zee komt. En Afrodite voor de Grieken. Allemaal maagden die een kind hebben gehad. Dus het is niet nieuw. Het is niet nieuw. En daarom moest een antwoord komen van allen. Nogmaals, net als met de stok van de tovenaars van Mozes. Wat net was, kwam de stok van Mozes wat echt is. En dan kun je zeggen van ja, maar heeft dit van hen gekopieerd? Nee, want het gebeurt tegelijkertijd in het verhaal van Mozes. Dus allen zegt tegelijkertijd: niks kopiëren van later. Oh, later heeft Mozes gehoord over een stok die in slang kan veranderen. Dus is hij er ook mee gekomen. Nee, tegelijkertijd. Dat was een soort, een soort strijd tussen: oké, okay, twee verhalen. Jullie zeggen dat jullie de stok kan veranderen in, in slang, en ik ook. Eens kijken wie. Wie het echt kan doen. Bij jullie is het de mythe en toveren Hier is Mozes die het echt gaat doen. Ook met deze heidens geloof. Oh, we hebben Maarten die gaat een kind op de wereld zetten. Prima. Maar Allah gaat het echt doen. Bij jullie is het de mythe. En juist omdat jullie dat altijd hebben geroepen. Gaat Allah jullie daarin breken. Door het echt te laten gebeuren op de wereld. Deze mitra. Dus, wat ook voor de Grieken en de Romeinen belangrijk was, ze hebben dat gekopieerd van de Perzen. Die is geboren, gek genoeg, op de geboortedatum van Jezus, zoals die gevierd wordt in het christelijke cultuur. Dus 22 december. Laten we zeggen de laatste tien dagen van december. En hij werd gevierd met een boom. Mensen gingen een boom plaatsen om zijn verjaardag te vieren. Wat de christenen vandaag de, doen, de dag doen met kerstboom. Dit is geïnjecteerd. Bij de Joden, door de Grieken en de Romeinen. die Jeruzalem nog gaan regeren. want we zijn nog niet klaar, jongens. Jeruzalem zal nooit van de Joden zijn. Dat is wat ik jullie zit te vertellen. Dit, al deze geloof waar ik het over heb. die hebben allemaal hun voetsporen achtergelaten in Jeruzalem. En die hebben allemaal zich bemoeid geregeerd. Niks joden krijgt het land van God, wat God hun belooft in Genesis. Loze beloften. Deze God van de joden houdt zijn beloften niet na. Of hij heeft zo'n hekel gekregen aan de joden, zijn kinderen. Dat zeg ik, joden, we zijn de kinderen van God. Hij heeft zo'n hekel gekregen dat hij zo afgeknapt is dat hij zegt: Weet je wat? Dit heb ik jullie beloofd, maar dit gaan jullie niet krijgen. Hoe dan ook is dit een God die zijn belofte niet nakomt. Het enige wat je moet zeggen, en dan accepteer ik het. Dit is een belofte van God met de voorwaarde dat wij, de Joden, altijd in Hem zullen geloven. Met voorwaarde dat we altijd in Hem zullen geloven. Zodra we stoppen met Hem te aanbidden, de echte God en Hem te geloven, zullen we het land niet krijgen. Dan ga ik met je mee. Maar dan, daarmee bevestig je dus, als je, als je dat zou zeggen, bevestig je daarmee dat je op dit moment een ongelovige bent. Je bent een Kafir, want je doet nog niet wat je hoort te doen van God, want je hebt Jeruzalem nog niet. En dan kun je zeggen, ja maar vandaag de dag hebben we het, nu hebben het niet. Gaan dood mensen elke dag aan beide kanten, Palestina en aan de Joden. Dit is niet wat je noemt, je hebt het van God gekregen, want je bent nog aan het lijden. Dit is, God, cadeau gekregen van God betekent het is voor jou niemand wat je lastig. Je bent nu nog aan het lijden. Als Jeruzalem op die manier voor jullie God van God is gegeven, dan is, het, dan is Amerika ook aan de Amerikanen gegeven door God, want ze hebben de Indianen gedood. Snap je? Zo zijn er nog meer plaatsen op de wereld. Nepal moet ingenomen worden door China. China wil Nepal stelen en die is al die Nepalezen mensen hard aan het mishandelen. Kan China zeggen van het is ons gegeven door God? Is dat hoe iets gaat wat van God komt? Leiden, leiden, eindeloos leiden, nog steeds? Dit is wat je noemt dat is aan ons gegeven door God. Op deze manier? Bloed? Elke dag bloed aan jullie handen? Maar dus, het oude Pesisch geloof heeft een weg gevonden bij de Grieken en bij de Romeinen. Die hebben Jeruzalem gedomineerd, Grieken en Romeinen later gaan ze dat nog doen. En die hebben dat overgedragen aan de Joden, want ik heb jullie uitgelegd, de Joods rabbijnen moesten hun geloof aanpassen, want anders gingen hun kop rollen. Want de Griekse en de Romeinse keizers, die tolereerden niet dit soort uh, van, uh, we hebben een eigen geloof en een eigen God. Dat zorgde voor verdeling in hun heermaatschappij, in hun kolonies. Kon ze niet toestaan. Dus verplicht is het Joods geloof vervast. Met dit soort onzin. En omdat christenen ex-Joden zijn, heeft het uiteindelijk zich uitgemond in wat we vandaag de dag noemen christelijk geloof. Wat we vandaag de dag noemen, Jezus de zoon van God, half mens, half God. Hij was mens op aarde na zijn dood, geresurrecteerd. Dat is God noemen we op dit soort onzin allemaal is hier ontstaan. Dat is niet nieuw, jongens. Heel veel christenen denken dat ze iets nieuws hebben gebracht op de wereld. Maar dat is omdat ze de geschiedenis niet leren. Ze weten niet hoe hun geloof is ontstaan. Ze hebben geen idee. Ze gaan naar de kerk en ze komen uit de kerk. Net als heel veel moslims die de Koran niet eens kennen. Ze gaan naar moskee en komen uit de moskee. Ze snappen niet het hele plaatje. Ze snappen niet wat, wat is er aan de hand. Deze oude Peusjes geloof had ook een heilig boek. De Avista. Avista. En ze had een profeet. Een profeet. Die weliswaar wel wat later kwam, maar toch profeet. Zarathustra heet die. Zarathustra. En heel veel misleide moslims. En ik heb nog e-mails gekregen en vragen hierover. Wat vind je van Zarathustra? Wat moet ik ervan vinden, jongens? Als deze profeet zegt dat hij. het oude geloof aankondigt van oude Perzië. wat zegt dat er een dualisme is. wat zegt dat er twee goden zijn. Ahura Mazda en Angra Manu, twee goden die aan elkaar gewaagd zijn. Wat moet ik er nog van vinden als moslim? Hoe kan ik dan geloven dat dit een, een vorm is van islam? Waarin Allah zegt, Hij alleen heeft geen kinderen, is niet gebaard. Is hij, hij is niet geboren, noch geeft hij geboorte. Wat moet ik dan van zo'n Zarathustra vinden? Die juist de tegenovergestelde aankondigt en, en pompt in de wereld. Dit is wat christenen hebben overgenomen. Twee goden. Christenen hebben dit overgenomen. Twee goden aan elkaar gewaagd. De Vader is een God, Jezus is een God, de Heilige Geest is een God. Ze hebben er nog een Heilige Geest bij gegooid. Toen Persië Jeruzalem ging beheren, zeg maar, toen zij daar de leiders waren, kwamen Joden terug naar Jeruzalem. En die kwamen terug vanuit Babylonia. Dus zo erg was het daar blijkbaar toch niet, want ze zijn daar heel lang gebleven in Babylonia. In Babylon. Pas toen Persië aan de macht kwam in Jeruzalem, kwamen die Joden terug uit Babylonia. Waarom zijn jullie daar gebleven? Als het zo erg was. Waarom zijn jullie niet gevlucht, net als Egypte? En die gingen... De tweede tempel, wat Joden noemen de tweede tempel, gingen ze opbouwen. Dat heeft plaatsgevonden onder leiding van de Perzen. en daarom bestaan er ook heel veel verhalen over heel veel Joden die uit Perzië zullen komen als teken van het eind van de wereld. En dat er heel veel Perzische Joden zijn, om deze reden, omdat ze onder het regime van de Perzen mochten ze hun tempel opnieuw bouwen, zeggen ze. De Tweede Tempel noemen ze dat. De Tweede Tempel, dat is heel belangrijk voor de Joden. Dat is een soort kalender geworden. Praat je over wat er gebeurd is in de Eerste Tempelperiode of de Tweede Tempelperiode? Dat is voor hun een, een, een kalender geworden.